De leiding van het Nationaal Jeugdparlement voelt zich gepasseerd door de huidige minister en de voormalige minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Tot deze conclusie kwam het Jeugdparlement woensdag tijdens een persconferentie door Kelvin Koniki, Dinesh Parag en Senani van Troo, respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en eerste vervanger van de ondervoorzitter. Minister Stephen McAndrew gaf eerder die dag aan dat hij niet op de hoogte was van een persconferentie van het NJP. Koniki vertelt waarom de minister niet op de hoogte is gesteld. Well, het is me onbekend dat ze zo meteen een persconferentie gaan beleggen. We zijn bezig de structuren van de jeugd te evalueren. Jeugdparlement is één en Nationaal Jongereninstituut is het tweede. Er is een evaluatierapport. En dat zijn we nu aan het bestuderen om op basis daarvan de nodige acties dan te ondernemen. Klopt, inderdaad, je zei niet op de hoogte van de persconferentie. We hebben dat niet gedaan. Als leiding van het Nationaal Jeugdparlement kiezen wij ervoor om een persconferentie te organiseren om de jongeren daarbuiten te laten weten wat de status is en hoe wij zaken nu ervaren. Wat we merken is dat we van de vorige minister tot de huidige minister hebben we de houding kunnen merken. En de houding die ze aannemen is eentje waar het houdt ons bezig. En wanneer het ons bezig houdt, dat kiezen we ervoor om dan nu duidelijk te zijn in waar we staan en op basis waarvan we zaken aangeven. We hebben nooit gefunctioneerd vanuit het subjectieve. We merken nog steeds dat zaken vanuit het subjectieve worden benaderd als we die zo volgen daarbuiten. En wij hebben gefunctioneerd vanuit het objectief. We verwachten dat ze objectief naar buiten komen. We hebben dat niet gedaan, we hebben niet gemeld en we vinden het ook niet nodig om te melden. De bewindsman gaf ook aan dat hij het geen valide punt vindt dat het NJP aangeeft dat zaken niet loskomen vanuit het ministerie. Koniki en zijn collega's krijgen het gevoel alsof het ministerie het jeugdparlement niet meer lust en dat kan niet. We komen net als een COVID-19 periode. In een zeer moeilijke periode moest tot evaluatie worden overgegaan. Het rapport is nu uit, dus nu gaan we het doornemen. De bedoeling is wel, gelet op de aanbevelingen, dat we doorgaan met jongerenparticipatie. Als het moet in de vorm van een jeugdparlement, daar zijn we nog niet uit. Want u weet, een parlement, de belangrijkste taak van een parlement is om wetten te maken. En het jeugdparlement doet dat niet. Dus je moet je afvragen als de noemer wel de lading dekt. En dat is in dit geval niet zo, toch? Want het jeugdparlement neemt geen wetten aan. Alleen de Nationale Assemblée is daartoe in staat. En het is niet erg, maar het is wel belangrijk om eerlijk voor de dag te komen, toch? En te zeggen van dat dat niet meer gaat gebeuren. Maar we willen niet op een gegeven moment een situatie waar je andere tools of andere clausules voor zou bedenken onder de mom van een evaluatie en onderzoek om het stil te houden. En daarom zeg ik, het is niet erg, want wanneer je eerlijk voor de dag komt, dan gaan wij nu duidelijk aangeven vanuit het punt waarom je verder zou moeten gaan. We kunnen niet zeggen nu dat ze het afschaffen, want ze gaan dat ook gebruiken, het ministerie, om te zeggen, we hebben dat nooit gezegd. We zijn nu bezig met de evaluatie. Dan lees je, dan hoor je, volgend jaar zullen ze verkiezingen organiseren. We hadden gedacht dat bij zo'n transitie van minister, dat het juist sneller zou gebeuren. De jongeren zijn van mening dat een instituut als het jeugdparlement gewoon niet kan wegvallen. Wat voor voorbeeld zal Suriname geven aan de regio als de president straks voorzitter is van de CARICOM en er komt geen jeugdbeleid voor in onze portefeuille, vragen zij zich af.